Noem een getal tussen de 1 en de 5. Het is 3. Yo kijkers, ik ben Tijn Gips en vandaag gaan we Fortnite met Real spelen. Maar we gaan nog een kleine twist doen zoals je hier ook in de titel ziet. We doen de serie challenge. Hier heb ik trouwens een hele mooie Raven telefoonhoesje. Vind ik wel vet. Maar dat gaan we dus doen. En het luidt zo eigenlijk. Landingplaats, wapen niet gebruiken en healing item niet gebruiken. Dus bij het landingplaats is 1, als ik zeg serie getal, is 1 en 5. 1 Junk Junction, 2 Shifty Chefs, 3 Snobby Shorts, 4 Lazy Links en 5 Paradise Palms. Dus dat gaan we gewoon als eerst doen. Noem een getal tussen de 1 en de 5. Vanaf nu noem ik je... Nee, hij mag me niet zo noemen. Noem een getal tussen de 1 en de 5. Het is 4. Oké, dus ik ga landen bij Lazy Links. Oké, dat zetten we even bij. Oké, ik vind het op zich... Het kan heel kut worden. Oké, de volgende is... de volgende is... Welk wapen mag ik niet gebruiken? Een SMG? Een AR? Een shotgun, explosives of snipers. Wat ik hoop is dat ik 4 krijg. Explosives, die heb ik toch het minst nodig. Ja, of snipers. Maar shotgun wil ik sowieso niet weg. SMG het liefst ook niet. En AR eigenlijk al helemaal niet. Eigenlijk heb ik het liefst gewoon niks weg, maar ik heb geen keuze. Oké. Noem een getal tussen de 1 en de 5. Het is 3, dus ik mag geen shotgun gebruiken. Dat is echt heel kut. Oké, de volgende. Welk healing item mag ik niet gebruiken? 1 medkit, 2 minis, 3 slurpjuice, 4 grote pot en 5 chuk-chuk. Ik hoop dat ik 5 chuk-chuk vind je toch wel mis, maar minis wil ik echt niet. Anders misgunt hij me alleen maar. Het ergste was misschien wel geweest Paradise Palms bij de landen, maar ja, ook weer niet. Lazy is fucking druk. Oké, we gaan door. Noem een getal tussen de 1 en de 5. Nee, niet noemen. Noem een getal tussen de 1 en de 5. Ik kan geen wijziging. Noem een getal tussen de 1 en de 5. 3. Ik mag geen slurpjuice gebruiken. Oké, gaat ermee door. Ik zet even in mijn notitie. Ja, oké. We gaan gewoon een game joinen. Ik laat jullie dit alvast even zien. Dat moet wel even. Nee, dat zie je niet. Verwijder gewoon de rest. Oké. Yes. Oké, nu zie ik. Ga ik even mijn notities een beetje aanpassen. Land. Wapen. Healing. Zo. Ja, oké, nu weet ik. Juice 1. Wat is Slurp Juice 1? Wauw. Opmaak lettertype. Wat heeft lettertype nou weer mee te maken? Beerbank. Ja, Fortnite lettertype. Oké, dat zien jullie toch niet. Maar zo kan ik het amper lezen. Maak even iets groter. Dat maakt niet uit. Lettertype. Kan je dan ook de grote doen? Ja, oké. Oké, is zo beter. Better. It's better, bro. Maar mensen die geen geld hier gaan uitgeven, die hebben dan wel geluk. Voor dit ding. Oh, sowieso. Heb je geluk? Lees hier. Oh, dit is heerlijk. Dit is magnifiek. Dit is magnifiek, man. Lekker. Lekker, man. Lekker. En ook al win ik. Het voelt heel kut. Alsof je een prijs in de afvalbak gooit. Maar ook al win ik. Nee. Oké. Ik ga niet. Even een extra regel. Als ik in de top 20 kom, dan hoeft die challenge niet meer te tellen. Nee, oké, de top 15. 15. 15. Want dan kan ik... 15. Ja, dat is een goeie. Want dan kan ik echt winnen. Ja, maar als ik in een fight kom... Nou, dat haal ik toch niet. Dus ja, wie zegt dat ik dit haal? Als de eerste wapen shotty wordt, word ik echt heel pis. Want dan mag ik die niet meenemen. Nou, dat is wel een beetje kut. Kut ervan. Oh, het zijn alleen maar explosiefjes.
Oh, die mocht ik wel. Ik dacht van, die mocht ik die ook niet meenemen. Maar die mocht ik wel. Oké, en als we doodgaan, probeer het gewoon opnieuw. Aan een potje. Ze redden het toch niet. Oké, dit is een... Oh, six shooter. Ik dacht eerst dat het een trap was die ik kon meenemen. Ik zeg het een trap die ik kon meenemen, omdat je was. Oh, minigun moest skills mee maken. Yep. Fuck man bro, waar ben jij? Headshotte me hard, man. Hij headshotte me heel hard. Oh, ik had hem echt bijna. Dan had ik, was ik al verder met challenges. We gaan gewoon even opnieuw deze game spelen. Want challenge, ja, daar ga je toch niet vanuit dat je in één keer een goede game krijgt, toch? Of wel? Ja, als je pro bent, maar ja, dan kan je van mij niet zeggen. Nee, dat kan niet. Hey, jongens, ik moet nog even trouwens wat zeggen. Ik ga naar Royalistic Live, als dat is. En ik ga, als het mag tenminste, ga ik opnemen. Gewoon lekker opnemen, lekker vloggen. En ja, ik hoop dat ik op de foto mag, maar ik weet niet of dat zo komt. Maar ja, het is wel vet. Dus ja, dat vind ik wel leuk. Hey! Hey! Hm? Hoi Siri. Hallo. Hoe oud ben jij? Oud genoeg om je assistent te zijn. Oh, oud genoeg om mijn assistent te zijn. Ben je dik? Nee, ik ben Siri. Houden we ons meer bezig met donkere materie dan met obesitale concepten? Want dit zijn obesitale concepten. Wie kent het niet, jongens? Die zie je toch elke dag in het nieuws, man, of zo? Geen idee. Jongens, doe eens rustig, Erik. Nou, oké. Prettig om met u te praten, Siri. Annette, we hadden een probleem. We hadden een probleem? Ja, boeit mij geen ene flik. U praat gewoon met mij, man. Jezus, oké, we gaan eruit. Het was een begin van de bus. Gaf! Ik ben gewoon normaal aan het praten. Als je een route beschrijft met openbaar vervoer, zoek. Nou, dit, noem je dit, deze vleermuis ook openbaar vervoer? Ja, ik weet het niet, maar ik ga hier landen. It's better to land here, brother. Of je landt gewoon in het water. Jeter, spakieter. Oké, die mag ik gewoon. Die mag ik ook. Wat zei je? Nee, soms zijn er ook helemaal geen. Jeet. Gain shields using small... Oké. Okay. Dat is weer een nieuwe week. I see. Maar hij is te ver weg om hem te hitten. Disco, disco! It's time for disco, brother. Oh, gift. Nee, kut! Ja, maar hij had een shotgun.